beautiful feeling. Thank you, John. Dus, dames en heren, de brief aan Audrey Hepburn. Lieve Audrey, in 1988 werd ik door UNICEF Genève benaderd met het verzoek of ik Audrey Hepburn wilde bellen. Ze gaven mij een nummer in Zwitserland en daarna was ik even stil. Audrey Hepburn bellen. Jij was voor mij een onbereikbaar idool uit de verre sprookjeswereld van Hollywood. Ik kende je natuurlijk wel van Roman Holiday, Breakfast at Tiffany's en andere prachtfilms waarin je had geschitterd. En je was een beetje van ons, omdat je een Nederlandse moeder had. Iedereen in ons land hield van onze Audrey. Bovendien was je ook nog een soort oorlogsheld die bij de verloren slag om Arnhem als meisje gewonde parasitisten had verpleegd. Je was onwaarschijnlijk mooi, met ogen als een moeras waarin je kon wegzinken. Maar het gevoel dat ik voor jou had was anders dan de onbevredigde opwinding die ik kreeg van de puntborstige film Diva's van toen. Bij jou was het zuiver en respectvol. Onschuldig bijna. En dat fenomeen moest ik dus gaan bellen. Na lange aarzeling heb ik je Zwitserse nummer gedraaid en je beroemde stem aan de andere kant zei: hallo. Ik vertelde wie ik was en jij zei: wat fijn, Paul, dat je belt. Ze sprak een soort ouderwets beschaafd Nederlands met een licht Engels accent en een lichte L. Ik wens. Het is een lied waarin ik bezing dat ik graag in mijn eigen bed wil sterven, in mijn eigen huis. En de laatste regel is: met jouw intensive care. Het had haar aangesproken omdat ze net haar moeder tot de dood toe thuis in Zwitserland had verzorgd. De eerste keer dat we elkaar zagen was bij een UNICEF-gala in Maastricht, waar wij samen moesten optreden. Wij logeerden in hetzelfde hotel en onontkoombaar kwam het moment dat ik naar je kamer moest. Zenuwachtig en langzaam liep ik door de hotelgang en klopte op je deur. Je deed open en daar was je in al je tijdloze schoonheid, in een spijkerbroek en een witte trui. Fangie, dat natuurlijk wel. En ik stond daar als een bedremmelde schooljongen en jij zei vriendelijk: ga zitten, Paul, wat wil je drinken? Je rookte en je dronk whisky. Dat gaf een vertrouwd gevoel. En na een uurtje was het ongeveer gewoon. Wij deden op dat gala samen een van mijn liedjes. Ken je dat gevoel? En de repetitie ging goed, maar toen wij bij de opname de showtrap waren afgedaald, raakte je je tekst kwijt. De opname moest worden stilgelegd, banden werden teruggespoeld en wij moesten die trap weer op en af. En jij vond dat verschrikkelijk en je schaamde je voor een zaal vol houten toten in avondkleding, waaronder een paar collega's zoals Pieter Jurchinov, Harry Belafonte en Udo Jurgens. Ik ben, dames en heren, geen improvisator en als ik grappig wil zijn moet ik dat degelijk voorbereiden. Maar toen kreeg ik in een mystieke bevlieging de inspiratie voor een serie grappen waar het publiek onbeduidelijk om moest lachen en waarvan ik niets meer weet. Jij zat op de showtrap te wachten tot we opnieuw konden beginnen en moest zo lachen dat je make-up overbleef, omdat je ogen waren doorgelopen. Toen was je je zenuwen kwijt en de opname ging daarna probleemloos. Na de show was er nog een groot feest waar jij iedere gast was. Voor we daar naar binnen gingen pakte je mijn hand en zei: blijf dicht bij me. Je trilde en ik was verbaasd dat zo'n wereldster als jij nog nerveus was voor een Hollands partijtje. Toen je in de rumoerige feestzaal je entree maakte in een oogverblindende galenjurk, was het in één klap stil. En ik begreep voor het eerst wat echte star quality en charisma kunnen betekenen. Adembenemend. Altijd als je in Holland was, zagen we elkaar en zo werden we bevriend. Je vertelde soms bewogen over UNICEF, waarvan je net als een aantal andere beroemdheden al 10 jaar ambassadeur was. De mooiste en belangrijkste jaren van mijn leven, zei je. Dat leek verbazingwekkend na je fenomenale filmcarrière, maar iets minder toen ik begreep dat het leven in Hollywood ook hard voor je was geweest. En de huwelijken met Mel Ferrer en
de Italiaanse dokter Dotti niet altijd even gelukkig waren. UNICEF Nederland had geen eigen ambassadeur en het begrip goodwill ambassador was in ons land onbekend. Dat wilde je veranderen en ze vroegen jou of jij iemand wist. Jij hebt me toen voorgedragen en UNICEF zei dat jij dat dan maar aan mij moest vragen. Met jou voor ogen heb ik geen moment geaarzeld en volhartig ja gezegd. Het kwam ook precies op het goede moment. Ik zat in een fase in mijn leven dat ik iets meer wilde gaan doen met mijn tijd, mijn talent en energie. Die ik tot dan toe vrijwel uitsluitend voor mijn eigen carrière en mijn eigen glorie had ingezet. Jij hebt mij in oktober 1992 geïnstalleerd als de eerste ambassadeur in Nederland. Sindsdien is mijn geloof in UNICEF, vooral door de vele reizen die ik daarvoor heb gemaakt, alleen maar gegroeid. Het werk voor UNICEF is net als voor jou een verrijking van mijn leven geworden. En in de 27 jaar dat ik dit doe, heb ik jou altijd als voorbeeld gehad. Van jou heb ik ook een uitspraak geleend die ik bij mijn werk voor UNICEF vaak gebruik. I don't believe in collective guilt, I believe in collective responsibility. In 1992 werd je ongeneeslijk ziek. Dat bleek na je laatste reis naar de Hoorn van Afrika. Ik ben daar ook geweest op plekken waar jij was langsgekomen. En daar werd nog altijd met warmte en respect over je gesproken. Het kerstmis van dat jaar werd ik opgenomen in het UMC. Ik moet worden geopereerd aan een linkernier die was aangetast door een gezwel. Dat er eerst hopeloos uitzag, maar aan de hand goedaardig bleek te zijn. Jij lag in diezelfde tijd in een ziekenhuis in Los Angeles. En we hebben elkaar toen even gesproken aan de telefoon. Het werd een van de meest emotionele gesprekken die ik ooit heb gevoerd. Je vertelde me met zwakke stem dat je dood zou gaan en dat we elkaar nooit meer zouden zien. Het was een gesprek met gestamelde zinnen waarin wij wanhopig naar woorden zochten om ons gevoel te delen en elkaar te troosten. Wat ik me dan nog van herinner, dat je zei dat je mede door de tekst van de laatste wens, ondanks je verzwakte lichaam, naar Zwitserland wilde om daar in je eigen huis en in je eigen bed te sterven. Nog uren daarna heb ik stilletjes weggekropen onder de dekens van mijn ziekenhuisbed gelegen. Lieve Audrey, ik ben nooit verliefd op je geweest. Ik heb je bewonderd en lief gehad op een manier die jij mij hebt aangereikt. Met dat gevoel ben je bij me gebleven. En daarom mis ik je nog altijd. Dank u wel.